Welkom bij Club Easy Active. Wij zijn Quincy en Laura en wij gaan vandaag een kids workout doen. We hebben 6 oefeningen die we 45 seconden doen met 15 seconden rust. En we gaan beginnen met de eerste oefening. Dus we gaan zitten. Tegenover elkaar. De een pakt de bal. Je gaat naar achter. Je tikt hem achter je. Je geeft hem door. Oplet erop dat je je helemaal uitstrekt en dat je lekker je buikspieren gebruikt. Nog 30 seconden. Lekker bezig hoor. Nog 10 seconden te gaan. En dat was de eerste oefening. We gaan staan. Yes. We pakken de bal voor ons. Die leg je naast je neer. We springen eroverheen. Daar gaat hij. Springen eroverheen. We springen terug. Je gaat naar beneden. Springt uit. Springt erin. Eroverheen. En weer terug. Springt uit. En weer in. Overheen. En weer terug. Springt uit. En weer in. Nog 30 seconden. Top. Overheen. En weer terug. Spring uit. Dit gaat lekker. En nog 15 seconden te gaan. Overheen. En terug. Overheen en terug. 5. 4. De laatste. Top. 15 seconden rust. Top. We leggen de bal voor je neer. Ga tegen de bal aanstaan. Zet een stap naar achter. Toppie. Gaat in 3, 2, 1. Je zet je handen voor je neer. Je loopt naar voren. Je tikt de bal aan. En je loopt weer terug naar beneden. Andere hand de bal aan tikken. En weer terug naar beneden. Met de rechterhand. En weer terug. Weer naar voren met je linkerhand. En weer terug. Weer met je linkerhand. Met je rechterhand. Nog 10 seconden. Linkerhand. Met je rechterhand. Goed zo. De laatste. En we gaan weer staan. Oké. Even kijken. We pakken de bal vast. Hij gaat omhoog, naar beneden, en we gaan squatten. Goed zo. Goed omhoog, let erop dat je rug recht blijft. En strek je lang uit. Goed zo, nog 20 seconden. En lang uit. Goed diep zakken. Knieën in een hoek van 90 graden. En leunen op je hakken. Goed zo. Nog 5 seconden. 2. 1. Top. Naar de volgende. Je legt de bal weer voor je neer. En we gaan hem aantikken met de voeten. Gaat hij in 4. 3. 2, 1. Aantikken. Lekker tempo. En tikken. Links, rechts, links, rechts, links, rechts. Rechts, links, rechts. En probeer er om de bal heen. En weer terug. En blijf de bal aantikken. Links, rechts. Nog 20 seconden te gaan.
Goed zo, hou vol. En wordt hij nou te zwaar, mag je ook lopen natuurlijk. En links en rechts, nog 10 seconden. Goed zo, 5, 4, 3, 2, 1. Top, we gaan door naar de laatste. Je gaat met de ruggen tegen elkaar aan. Ben je nou alleen thuis, mag je hem ook tegen de muur aan doen. Dus je gaat tegen elkaar aanleunen. Leunen, 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 leunen. Nog meer leunen. Goed zo. Dus we gaan omhoog. Geef de bal over. Leunen, leunen, anders ga je vallen. Heel hard leunen. Toppie. En omhoog. En weer omlaag. En is het nou te makkelijk? Je geeft hem over. Mag hem ook zakken. En weer omhoog. Goed zo. Nog 10 seconden. De laatste. Top. Dat was het eerste rondje. Even rust. Gaan we weer door met de eerste. Gaan we weer zitten op de grond. Gaat ie. In 3, 2, 1 naar achter. En je geeft hem aan. Goed zo. Gebruik lekker je buikspieren. En is de vloer thuis nou te hard? Leg een lekkere dikke deken eronder. Daar heb je nergens last van. Hou vol. Nog 10 seconden te gaan. En er mag best een beetje gelachen worden hoor. Niet zo chagrijnig. Goed zo. 2. 1. Top, daarna de volgende. Dan gaan we naar de burpee. Leg de bal weer neer. Gaat hij in 3, 2, 1. Overheen, overheen. Spring uit, spring in. Overheen, overheen. Spring uit, spring in. Overheen, overheen. Spring uit, spring in. Goed zo. En let op je rechterrug. Nog 20 seconden te gaan. Nog 10 seconden. Spring overheen. Spring terug. Uit. En weer in. Overheen. Overheen. Spring uit. En weer in. Top, gaan we naar de volgende. Je legt de bal weer voor je neer. Grote stap naar achter. Dan gaat hij. 4, 3, 2, 1. Lopen. En je rechterhand. Terug. Weer lopen. Linkerhand. En weer terug. En je rechterhand. En weer terug. Naar voren. Linkerhand. En weer terug. Lukt het nou niet met je benen bij elkaar? Mogen ze ook uit elkaar? En weer naar voren. Linkerhand. Nog 20 seconden. Goed zo. Linkerhand. En weer naar voren. Rechterhand. Nog 5 seconden. Laatste keer. Linkerhand. En we gaan staan. Gaan we door naar de volgende oefening. Pakken de bal weer vast. Voor ons. En we gaan een squat maken. Houden de bal voor ons vast. Gaat ie. In 3, 2, 1. Omhoog. Naar beneden. En weer uit. Let erop dat je op je hakken leunt. En een mooie rechte rug hebt. Zo goed door.
knieën in een hoek van 90 graden. Goed zo. Let erop dat je goed blijft ademen. Goed zo. We hebben nog 15 seconden te gaan. Hou vol. Goed zakken. Strek goed uit. En 5. 4. 3. 2. 1. Toppie. Gaan weer naar de conditie. We gaan de bal aantikken met de voeten. Ik zweet al een beetje, jullie ook. Gaat ie. 3, 2, 1 en aantikken. Links, rechts, links, rechts, links, rechts. Goed zo, hou dat tempo vol. En een rondje eromheen. Helemaal rond. Dat kunnen we. Top en weer terug. Goed zo. We hebben nog 20 seconden te gaan. En wordt niet te zwaar, mag je lopen. Toppie. Blijf hem aantikken. Links, rechts. Links, rechts. Links, rechts. En als hij weg rolt, pak je hem weer terug. 2. 1. Top, door naar de laatste. Top, je gaat met de ruggen tegen elkaar. Leunen, leunen, leunen. Ook met je billen leunen. Je moet je billen duwen. Goed zo. Gaat-ie. En omhoog. En naar beneden. Omhoog. En naar beneden. Goed zo. En voel die benen lekker trillen. Is het te licht, ga je dieper zakken. Wordt die te zwaar, gaan we rechter staan. Laatste 24 seconden. Top en weer iets lager. Nog 15 seconden. Hou vol. Nog 10. 5, 4, 3, 2, 1. Dat was onze workout. Dankjewel voor het kijken. En we zien jullie graag terug bij Club Easy Active. Doeg!